Ferdy Druijf beleeft dit seizoen niet alleen op het veld belangrijke momenten. Sinds 2 maanden woont hij voor het eerst op zichzelf in zijn nieuw huis in Het Geest, waar hij al zijn hele leven woont. Dacht je niet van, ik ga eens even ergens anders heen? Nee, zeker niet. Nee. Ik ben echt een dorpsgek eigenlijk hier al. En ja, weet je, ik ken iedereen hier al uit het dorp. En ja, lekker dicht bij mijn ouders ook gewoon lekker. En ook omdat ik alleen ben, weet je wel, gewoon even daar al een hapje eten. Hoe is het om dan voor het eerst echt alleen te wonen? Ja, dat is natuurlijk wennen in het begin. Je ouders niet om je heen, je broer niet om je heen. Maar in principe, ja, ik vind het wel fijn om lekker je eigen plekje te hebben, lekker je ding doen. En ja, gaat goed ook. Nou, dit is dan mijn schoenenkamer. En ja, hier zet ik echt alles neer qua schoenen. Als ik wat nieuws heb, dan doe ik dat hier ook. En dit is een heel mooi shirt die ik tijdens mijn debuut heb gedragen. Dat was tegen Willem II uit. En ja, die staat hier nog, maar die moet een mooi plekje krijgen in mijn huis. Ja, en dat huis heeft Ferdy zelf helemaal naar zijn hand kunnen zetten, want samen met zijn familie heeft hij er lang geklust. Ja, is top, is leuk. Ook zeg maar voor mijn ouders, die hebben me heel erg bij geholpen. Mijn broer en mijn vader, allebei timmermannen, dus dat is top. En ja, om elke dag weer zeg maar iets anders op te zien bouwen en iets verder bij het huis te zijn wat je graag wil hebben eigenlijk. En ja, daar is iets moois uitgekomen en ben ik ook heel blij mee. Bij het op jezelf wonen horen natuurlijk ook meer taken en verantwoordelijkheden. Zo zet het 20-jarige talent weer de volgende stap naar volwassenheid. Het is ook gewoon ook wat rust wat je hier gewoon hebt eigenlijk, omdat je je eigen ding kan doen. En ja, volwassenheid, je moet natuurlijk koken. Nou ja, wassen, die breng ik dan eigenlijk weg. En, maar dat moet uiteindelijk ook gebeuren. En in principe, het kamer schoonmaken, noem maar op. En dat ligt allemaal bij jezelf. En dat is natuurlijk een mooie eerste stap die je weer in je leven maakt. Was er ook op het veld een hoogtepunt voor Ferdy. In de wedstrijd tegen Willem II mocht hij voor het eerst dit seizoen weer minuten maken in de Eredivisie. Het is natuurlijk hartstikke mooi dat je weer Eredivisie minuten maakt waar je natuurlijk naartoe streeft. En dan ook nog 45 minuten. Dus ja, dat is hartstikke mooi natuurlijk. Wat zei de trainer in de rust tegen je? Dat ik vol moest gaan. We stonden 2-0 achter. Er moest echt wat veranderen. Er moest meer pit in eigenlijk. En ik weet dat ik dat kan brengen in een team. En, ja, ik heb mijn best gedaan. Ik heb zoveel mogelijk gelopen, aanjagen. Daar komt Willem Reuter, komt dan wel terug. Ja, bijna profiteert daar Druijf van. Op zich wel lastig natuurlijk dat je er op zo'n moment in komt. 2-0 achter, Willem II thuis. Dat is niet het meest lekkere moment. Nee, zeker niet. Zeker niet. Je probeert natuurlijk dan om te draaien eigenlijk. En dat lukt helaas niet. We krijgen ook heel weinig kansen. We creëren eigenlijk geen kansen. En ja, dat is heel jammer. Maar ondanks de teleurstellende uitslag was het natuurlijk wel een mooi moment voor de jonge spits. Want zijn vorige wedstrijd in de Eredivisie was alweer bijna 8 maanden geleden. Het is op 29 april 2018 aan het basisdebuut tegen Ajax. En ja, deze heeft al een heel mooi plekje in mijn huis gekregen. En ja, waar ik ook heel erg blij mee ben. Wat ik ook nooit zal vergeten namelijk. En ja, als je binnenkomt dan zie je dit shirt eigenlijk meteen. Dit seizoen op Ferdy uiteraard op nog meer van dit soort momenten. Nee, ja, ik wil zoveel mogelijk gaan spelen daar al bij AZ1. Ik wil vast in het eerste komen, zodat ik weet van oké, ik train bij het eerste. En ik zit altijd bij de selectie. Dat zou hartstikke mooi zijn. En je eerste goal maken natuurlijk. En mijn eerste goal maken, ja, dat zeker weten. Dat ook nog.